Blijf van mijn poen af is het lijflied van 50PLUS en ook precies de boodschap van de oudere partij. De belangrijkste punten, de AOW-leeftijd weer verlagen naar 65 en de pensioenen verhogen. In 2011 kwam Jan Nagel voor 50PLUS in de Senaat. Een jaar later kwam de partij ook in de Tweede Kamer met 2 zetels. De kleine fractie van 50PLUS viel uit elkaar en deed daarmee de reputatie van oudere partijen eer aan. Henk Kool is met zijn 66 jaar het oudste Kamerlid. 3 jaar geleden kwam hij in opspraak toen bekend werd dat hij als hoofd van de G-krant geen pensioenpremies betaald had. Hij vertrok toen tijdelijk uit de politiek. 50PLUS diende de afgelopen periode de minste Kamervragen in, slechts 132. De partij ziet zichzelf al regeren en sluit daarbij ook samenwerking met de PVV niet uit. Het potentieel van de oudere partij groeit als kool, want over 2 jaar is meer dan de helft van de kiezers 50 jaar of ouder. Maar wat de plannen voor Kool voor jongeren betekenen, 50PLUS zegt op te komen voor alle leeftijden, maar menig econoom betwijfelt dat.